ik ben Anneliese en welkom bij een nieuw filmpje op het Alpha Youth kanaal. Vandaag het filmpje gaat over de Bijbel. De Bijbel is het meest verkochte boek op de hele wereld. Elk jaar weer is het de grootste bestseller. En het is ook nog eens het meest gestolen boek. En het boek is vertaald in 2000 verschillende talen, meer zelfs. Ik wist niet eens dat er zoveel talen bestonden. Bijbel is het Latijnse woord voor Biblia. En Biblia betekent boeken. En de Bijbel is eigenlijk een soort bibliotheek met allerlei boeken, namelijk 66 verschillende boeken. Maar het is niet zomaar een boek, het wordt namelijk ook wel het boek van God genoemd. Door middel van het boek kun je namelijk God leren kennen. Waarom heeft God de wereld gemaakt? Wat wil Hij met de wereld? En op welke manier en hoe heeft God wat met jou te maken? De Bijbel is geschreven door ongeveer 40 verschillende personen. En het bijzondere is, het waren geen schrijvers, maar het waren mensen met allerlei hele verschillende achtergronden. Dus namelijk door koningen, profeten, herders, boeren, vissers. Allemaal heel erg anders, maar dat maakt het boek ook zo bijzonder. Het is namelijk van begin tot het einde één heel mooi geheel. En dat komt doordat al deze mensen schreven onder de inspiratie van God. En Mozes is bijvoorbeeld een van de schrijvers. Hij schreef namelijk 5 boeken. En degene die de meeste boeken van de Bijbel heeft geschreven is Paulus. Paulus schreef namelijk 14 boeken. Maar wanneer schreven deze mensen? Hoe oud is de Bijbel eigenlijk? De Bijbel is best wel een oud boek. Het is ook niet zomaar geschreven in een jaar of zo. Het is geschreven over een periode van 1600 jaar. Van 1500 voor Christus ongeveer tot ongeveer 100 jaar na Christus. En dit is mijn Bijbel. Ik heb hem denk ik iets van 2 jaar geleden van mijn opa en oma gehad. En ik koos degene met de roze lintjes. Ik probeer elke dag uit de Bijbel te lezen. Ik vind het namelijk belangrijk om de Bijbel te lezen. Omdat dit een manier is om te lezen hoe God het nou vroeger deed. Wat God wil, wat God van jou wil. Er staat gewoon heel veel wijsheid in. De Bijbel bestaat in verschillende vertalingen. Dit betekent dat de oorspronkelijke Bijbel geschreven is in Hebreeuws, Aramees en Grieks. En de vertalers hebben natuurlijk jaren tijd ingestoken om de Bijbel zo vertrouwbaar mogelijk in bijvoorbeeld het Nederlands te vertalen. En omdat dat al best wel een tijd geleden is, zijn er mensen die deze vertaling, de Nederlandse vertaling, ook weer vertaald hebben. En die ook weer vertaald hebben, door het makkelijk leesbaar te maken. Maar ik vind het heel erg belangrijk om een Bijbel te hebben die heel dichtbij de originele Bijbel staat. En daarom lees ik de Statenvertaling. De Statenvertaling is namelijk de meest betrouwbare vertaling. Maar dat maakt hem ook wel ietsje lastiger om te lezen. En daarom heb ik dus een Statenvertaling met uitleg. En dat betekent dat je hier de gewone hoofdstukken hebt, de Bijbel zoals die geschreven is. En dat er bij elk vers, omdat het soms nog best wel lastig is, denk ik van, wat wordt hier nou mee bedoeld? Staat er een uitleg. Dus bij elk vers wordt er uitgelegd wat er nou een achterliggende gedachte is, of wat achtergrondinformatie, wat het nog interessanter maakt. En daarnaast staan er ook nog allerlei zijnnotities bij, met wat informatie over bijvoorbeeld de cultuur die tijd. En daarnaast staan er ook nog plaatjes in, landkaartjes, stambomen. Ja, ik vind het een hele fijne Bijbel om te lezen, omdat je die extra uitleg erbij hebt. En zoals je ziet, markeer ik ook in mijn Bijbel. En dan denk je van, hoezo markeer je nou in je Bijbel? Dat vind ik een hele fijne manier om te lezen, want ik vind het belangrijk om te lezen op een manier. Ik probeer alles te begrijpen en echt volledig je aandacht erbij gericht te hebben. Als ik daar met een marker zit en bijzondere dingen, mooie dingen markeer, daar onthoud ik het beter. En ook als ik dan voor een tweede keer bijvoorbeeld dat hoofdstuk lees, dan denk ik weer van, oh ja, hier kwam ik de vorige keer toen ik dit las, kwam ik dit erop achter. Of ik schrijf bijvoorbeeld, die vielen net uit mijn Bijbel, ik schrijf bijvoorbeeld notes bij. Dus eigenlijk lees ik het als een soort lesboek. Zelfs als jij een geschiedenisboek op school leest, dan maak je ook aantekeningen erbij, de belangrijke dingen onderstreep je. En op die manier lees ik eigenlijk een soort van de Bijbel ook. Wil ik nog meer vertellen? Oh ja, ik kan mijn favoriete verhaal wel vertellen. De Bijbel staat ook vol met verhalen. En in die verhalen kun je zien hoe God mensen hielp. Dat is allemaal heel erg interessant, omdat het natuurlijk best wel oud is en een hele andere cultuur is. En mijn favoriete verhaal is het verhaal van Esther. Koning Ahasveros was koning in die tijd. En hij was vrijgezel en hij was op zoek naar potentiële kandidaten. Dus wat hij deed is dat hij zijn knechten bij hem riep en zei, willen jullie het land doorgaan op zoek naar meisjes? Breng die meisjes hierheen. En die meisjes die kwamen dus allerlei op een soort van auditie doen. Ze hadden zich allemaal mooi gemaakt en kwamen voor de koning. Esther wordt uiteindelijk gekozen. Het klinkt als een beetje een bizar verhaal, maar ik denk dat het een heel bijzonder verhaal is. Want hierin kun je zien dat God de mensen helpt. De mensen die voor hem kiezen, hij helpt ze. Esther is namelijk een Joods meisje. En in die tijd werden alle mensen die in God geloven werden achtervolgd. Er zou een soort massadoding aankomen. En Esther, en God gebruikt Esther als een soort redder in nood. En zij weet soort van de koning te overtuigen om het niet te doen. En zo wordt iedereen bewaard.
Het is natuurlijk best wel een grote stap om zo'n Bijbel te kopen. Maar je kunt ook gewoon een app downloaden. Er bestaat namelijk de gratis app Bijbel. En daarin kun je de hele Bijbel lezen. Verschillende vertalingen, verschillende talen. Als jij met Engels wil lezen, Nederlands lezen. Kan allemaal in deze app. En de tweede app die ik aanraad is de app van Alpha. Namelijk Bible in One Year. En daarbij word je dus eigenlijk geholpen om de hele Bijbel door te lezen. Elke dag is er dus een stukje Bijbeltekst, een stukje uitleg daarbij. En weer een stukje tekst en een stukje uitleg daarbij. Heel erg fijn. Eén dingetje, het is wel in het Engels. Maar wat ik zo fijn aan deze app is dat je er ook naar kan luisteren. Het is ook ingesproken. Ik vind hem heel erg fijn dat ik bijvoorbeeld 's morgens mijn make-up aan het doen ben. Dat ik gewoon mijn oortjes in heb. Of als ik in de trein zit, als ik ergens onderweg ben. Dat ik de spraakmemo's op de app gedownload heb. En dat ik daarna aan het luisteren ben. En als je de Bijbel nog nooit hebt gelezen, dan zou ik zeggen, probeer het gewoon. Geef het een kans. En als allerlaatste heb ik nog een Bijbel-gerelateerde DIY. De eerste sprak wel voor zich, maar de tweede is ietsje lastiger en daarom leg ik het ook eventjes uit. We hebben 4 draadjes nodig. En nu gaan we vlechten met deze 4 draadjes. Wat ik dus doe, is dit. Je ziet het eventjes heel snel. Oké, dit is de gele, dit is de buitenste. Die doe ik over het draadje ernaast overheen. Dan daarnaast doe ik hem eronder door. En dan de derde draadje, dus de groene, doe ik hem er weer overheen. En nu was dus de groene de buitenste. Die gaat er dus onder door, onder de gele is die al. Dus dat betekent dat hij weer de volgende overheen gaat. En dan gaat hij bij de buitenste, de donkerroze, weer eronder door. En nu is de donkerroze boven, dus die gaat weer onder door, overheen, onder door, overheen. And that's it. Heel erg bedanken voor het kijken. En als je dat niet gedaan hebt, je kunt je gratis abonneren op het Alpha Youth kanaal. En dan zie ik je gauw weer. Doei!